Huis van Lydia is een naaiatelier, winkel, waar we naailessen geven, kleuradviezen, kledingadviezen, stoffen verkopen. Waarom hebt u het atelier Huis van Lydia genoemd? Lydia uit de Bijbel, dat is een purperverkoopster, die samen met andere vrouwen samen bidt en echt een gelovige vrouw was, maar ook een zakenvrouw en dat sprak me wel aan. En als je dan nog een klein eindje verder leest, dan staat daar dat Paulus, wanneer hij uit de gevangenis komt, naar het huis van Lydia gaat om bemoedigd te worden. En toen dacht ik, nou, dat is het. Dat is wat we hier willen doen. We willen hier graag mensen bemoedigen door middel van het werk wat we doen. En u heeft stagiaires. Wat doen die zoal? Die stagiaires die helpen hier mee met kleding maken, kleding herstellen, opleiding. Helpen met patroontekenen en ze doen gewoon hier de opleiding modemaat, zelfkleding maken. De klasgenoot van mij heeft hier eerder stage gelopen en ik heb al gevraagd hoe het hier was en ze zei dat het hier heel leerzaam en leuk was. Dus daar was ik echt wel benieuwd naar en wat ze zegt is ook wel waar. Wat zijn je bezigheden zoal? Opdrachten van school en de opdrachten wat Meentje meegeeft. Verstellen van kleding of een heel nieuw kledingstuk maken. En klanten helpen eigenlijk. Ik denk dat het een hele leuke combi is om ook op deze manier duurzaam bezig te zijn. Want je kunt je kleding laten verstellen. We hergebruiken kleding. En dat is op dit moment ook heel erg in de... Ik vind het hier heel leuk en heel gezellig. En ik heb al superveel dingen geleerd hier. Zoals? Ik kan nu een lokmachine inrijgen en ik heb bijvoorbeeld leren rijgen voor kledingstukken zodat het netter wordt. Heel veel nieuwe technieken en knoopjes en vooral ook omgaan met klanten. Welke mensen komen naar het atelier? Eigenlijk heel veel mensen, iedereen. Mensen die een uitkering hebben, die met een foutje van de gemeente Almelo hier naailessen kunnen nemen. Maar ook mensen die het gewoon betalen. En ik hoop op een doelgroep die het wel goed kan betalen, die hier hun kleding laat maken, zodat wij weer anderen kunnen helpen. U heeft ook een Syrische kleermaker in dienst. Ja, klopt. Die meneer is hier net begonnen. En hij is nu 5 jaar in Nederland, heeft nog wel moeite met de taal. En hij is hier om de taal te leren, maar ook om mij te helpen. En ik ben heel blij met hem, want hij doet het heel goed. Dus het atelier is eigenlijk een heel breed platform? Ja, het is een hele brede plek voor vrijwilligers, voor buitenlandse. We hebben ook de nieuwe Nederlander al hier. Mensen die al ook uit Irak komen en een nieuw paspoort hebben gekregen hier. Dus die werken hier ook. Ja, dus we zijn heel breed.